Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag deze Pac-Man voor jullie. En Pac-Man die kennen jullie misschien wel van dat spelletje. Dat is een figuurtje uit echt een spelletje dat een klassieker is. Pac-Man die zit in een doolhof, min of meer gevangen. En daar zitten spookjes. Hij moet proberen om die spookjes te ontkomen en ondertussen zoveel mogelijk punten te pakken. Er zijn dan allemaal van die kleine bolletjes. En hij doet dan zijn mond open om die bolletjes op te eten. En soms is het mogelijk om de spookjes op te eten. Maar alleen als je een bepaalde pil pakt. Ik vind hem in ieder geval best wel schattig. Deze Pac-Man is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar en is gemaakt door Bandai. En Pac-Man kan niet alleen dat geluid maken, maar hij kan ook nog boertjes laten als het goed is. Dat gaan we later eens eventjes uitzoeken. En je hebt ook nog een Pac-Man app, die heet Pac-Man Dash. Die kun je dus downloaden. Het lijkt me eigenlijk best wel grappig om dat spelletje te proberen. Het is een beetje een comeback van het oude klassieke spel. Nu gaan we Pac-Man dus eventjes uitpakken. Zo, ik heb hem hier. Ik had helemaal niet gedacht dat hij zo zwaar zou zijn, maar hij voelt best wel zwaar aan. Het hoofd van Pac-Man is geel, het is een gele bal. Het is een beetje als een tennisbal. En als je de mond open doet, dan komt er zo'n geluidje uit. En je ziet dat hij best wel wijd zijn mond open kan sperren. En hier heb je een soort van sound system. Hij kan dus geluidjes maken wat jullie al lang hebben gehoord. En je kunt zijn armen ook bewegen. Hij heeft trouwens bokshandschoenen aan. In ieder geval rode handschoenen. En hij heeft best wel grote handen in vergelijking met de rest van zijn lichaam. Nou ziet hij er een beetje uit alsof hij iets heeft gewonnen. Je kunt zijn armen wel naar beneden doen zoals je wilt. Hij heeft grote rode schoenen aan met het Pac-Man symbooltje. En dat is dan wat je ziet als hij zijn mond open doet en dan vanaf de zijkant. De benen die kun je niet bewegen. En nu... Ja, dat was het boertje. Er zit een beetje een echo in. Het klinkt niet heel realistisch, vind ik. Maar dat geeft niet. Je kunt het je in ieder geval best goed voorstellen. Bijvoorbeeld als je zo'n stukje fruit eet of zo'n spookje. Ja, misschien wordt dit een nieuw vriendje voor Cookie Monster. Je kunt hem namelijk ook wel voeren, denk ik. Maar ik denk dat hij klein een beetje vast blijft zitten. Dat is misschien dan niet zo'n goed idee. Ik vind hem wel heel cool. Alleen jammer dat hij niet meer geluiden kan maken. Maar goed, bij Pac-Man gaat het erover om zoveel mogelijk te eten. Het is nogal een veelvraat. Ik weet niet waarom, maar hij doet me ook een beetje denken aan M&M's. Misschien komt dat door de ronde vorm. Ik vind hem wel leuk in ieder geval. En je kunt dit gewoon de hele dag doen. Dat was het dan over onze Pac-Man. Laat me maar weten in de reacties of jullie misschien wel eens Pac-Man hebben gespeeld. Of misschien die nieuwe app die hierbij zit, Pac-Man Dash. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!